Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb volop te eten en vanavond dan kruip ik weer lekker in mijn eigen bed. En bovendien heb ik de mogelijkheid om mij te ontwikkelen. Opgroeien in een westerse samenleving ervaar ik als een groot voorrecht. Maar dagelijks word ik ermee geconfronteerd dat voor heel veel mensen de werkelijkheid er heel anders uitziet. Ongelijkheid is explosief aan het toenemen. De 62 rijkste mensen op aarde bezitten nu evenveel geld als de armste helft van de totale wereldbevolking. Kunnen we dan wel spreken van vooruitgang? Het Westen wordt over het algemeen gezien als welvarend. En die welvaart die lijkt bijna onlosmakelijk verbonden aan kapitaal, het bruto nationaal product. Maar hierdoor lijkt dat we iets vergeten wat misschien wel veel belangrijker is. Ons sociaal kapitaal. Geluk, gezondheid, in harmonie samenleven en een toekomst hebben. Dat is wat ons echt rijk maakt. Het bruto nationaal geluk. Sociaal kapitaal is niet iets wat je voor jezelf vergaart en vervolgens wegzet op een bank. Nee, dat deel je met iedereen. Daarom moeten we afstappen van die egocentrische instelling die zo kenmerkend is voor onze consumptiemaatschappij. Egocentrisme creëert verdeeldheid en verdeeldheid zorgt voor conflict. Met z'n allen een eenheid vormen. Dat zie ik als uitdaging die we moeten omarmen. Er bestaat geen eerste en derde wereld. Er is maar één wereld. En die delen we met alles en iedereen. Elk mens heeft zijn eigen rol, maar in essentie zijn we aan elkaar gelijk. We zijn allemaal een even belangrijk onderdeel van het bestaan. En iedereen moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. De enige manier waarop je de wereld kunt veranderen, is door jezelf te veranderen. Waar wacht je nog op?